Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een hoogdrukgebied dat bevindt zich in de buurt van de Alpen. Aan de noordzijde van dit hoogdrukgebied trekt nog wat hoge bewolking, met name over de Britse eilanden, de zuidelijke Noordzee en ook nog net over het noordoosten van ons land. Maar geleidelijk aan zal de zon ook daar steeds meer gaan doorbreken. Dat is de opmaat uiteindelijk ook naar een prachtige woensdag. Vanavond wordt het dus geleidelijk aan steeds meer helder op de meeste plaatsen. Zo halverwege de avond is het een graad of 16 en de stevige wind die vandaag nog waaide, die gaat geleidelijk aan afnemen. De komende nacht is het overal helder en het koelt dan af na 9 tot 7 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Dan morgen, dan hebben we volop zonneschijn en het wordt ook prachtig weer wat betreft de temperatuur. Vandaag was het op de Waddeneilanden nog behoorlijk aan de frisse kant, 11 of 12 graden werd het slechts, maar morgen wordt het daar een graad of 16. Wat verder in het binnenland wordt het 18 tot plaatselijk zelfs 24 graden. En het is ook niet uitgesloten dat misschien zelfs de zomerse waarde van 25 graden lokaal wordt aangestipt. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind. In de avond komt er vanuit het noorden langzaam aan bewolking opzetten. En dat is de opmaat naar een weersomslag die op de donderdag gaat plaatsvinden. We hebben dan vrij veel bewolking. In het zuiden is eerst nog wel wat zon. Daar ook de hoogste temperaturen van 17 tot 21 graden nog lokaal. Maar in het noorden daar is die storing al aan het passeren met bewolking. En dan draait de wind naar het noordoosten en er stroomt koele lucht binnen. In het noorden, midden van het land, wordt het tussen de 11 en de 15 graden. Later op de dag kan de storing een beetje gaan activeren en dan komen er in het binnenland misschien een paar buien tot ontwikkeling, lokaal misschien met een klap onweer. Op de vrijdag is het weer op de meeste plaatsen droog, misschien in het oosten een enkele bui, maar verder hebben we over het algemeen wel redelijk weer, zonnige periode, een matige noordelijke wind en dan wordt het 11 tot 14 graden. En op de zaterdag wint de temperatuur een klein beetje winst, maar nog steeds bij een matige noordoostenwind en zonnige periode is het 12 tot 15 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl